مدعی لاگ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van Gisteren, Vandaag en Morgen. Rashid Pierkans Kala Djorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 20 juni 2020. Kala Djorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN Radio Frequenties, RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. In Nikeri zit deze uitzending op de 103.5 FM. Kala Djorkel is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source Islaat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live volgen. Vandaag is deze uitzending ook live te volgen via Alpha Channel Facebook. Nogmaals, deze uitzending is vandaag ook via Alpha Channel Facebook te volgen. Dus u gaat naar de Facebookpagina van Alpha Channel. U slaat in Alpha Channel Suriname, dan gaat u deze uitzending ook kunnen volgen. Landelijk is Rashid Pierkans Kala Djorkel vandaag te zien via RBN Televisie kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pierkan, ik ben uw presentator voor Gisteren, Vandaag en Morgen. En zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me vandaag alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil jullie allemaal veel sterkte toewensen in de voor u zeer moeilijke en droevige dagen. En vooral in een tijd van COVID-19, waarbij wij bij het nemen van afscheid van onze dierbaren dat niet meer kunnen doen volgens onze traditionele, culturele manier en zo je wilt, religieuze manier, waarbij wij als gebruik hebben dat wij als goede burgers van ons land, familie van mensen en vrienden die zijn komen te overlijden, wij vaak genoeg het gebruik hebben dat wij ook de rauwste dingen meemaken. Dit kan jammer genoeg niet vanwege COVID-19, het coronavirus, waar er restricties zijn opgelegd. Dus vandaar dat alle mensen die iemand hebben verloren, een dierbare, en ze kunnen extra veel sterkte toe. En dat de mensen die mogelijk degene hebben gekend die zijn komen te overlijden, dat ze die meenemen in hun gedachten. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap en een spoedig herstel aan u allemaal toegewenst. En uiteraard zijn er vandaag ook mensen jarig. En ik feliciteer al die mensen die er vandaag jarig zijn. En ik wens u allemaal een hele mooie dag toe. Laten we vandaag, zaterdag 20 juni, enkele mensen met nadruk feliciteren. De heer Shanti Shaw. Meneer Shanti Shaw woont in New York, heeft een behoorlijk aantal jaren in ons land gewoond, de jaren 60 tot begin jaren 70, mid jaren 70. Werkte toen bij de Manufacture Life, heeft in de beginperiode van Rapar ook zijn bijdrage geleverd aan de Hindoestaanse tak van onze onderneming. Hoe wil ze Mr. Shanti Shaw, een mooie dag toe in New York. Ook Sima Mahangi willen we vandaag feliciteren, ze is er vandaag jarig. Maandag 22 kunnen de volgende mensen hun jaardag voorbereiden. Stanley Patterson. Stanley Patterson is lid van de politieke partij ABOP. Hij is de gewezen minister van regionale ontwikkeling. Ook maandag mag voorbereiden Wade Tellecht. Hij is de tv-presentator van de tv-uitzending bij TV Apinti To The Point. Ook een mooie voorbereiding aan hem toegewenst. Dinsdag 23 juni. Moeten we met nadruk feliciteren. En een goede voorbereiding aan hem is Shaki Djumanbaks. Een mooie voorbereiding aan Shaki. Claire van der Voet mag ook van haar voorbereiden. Lionel van der Stede. Robin Gulela, die is woonachtig in Nederland. En Anish Bagu. Overigens, als u vandaag jarig bent en een van deze dagen, wens ik u allemaal een plezierige dag toe. Ik heb uw naam niet opgenoemd, omdat ik het gewoon niet weet. Maar wens u dat ik dat graag kenbaar voor u maak. Kunt u mij altijd een boodschap sturen via mijn public forum Facebook. Rashid Pierkans Kala Djorkel. Dit is de zaterdagse aflevering. By the way, morgen is zondag. Ja, na zaterdag volgt zondag. Dat is natuurlijk niet nieuw. Maar morgen is Vaderdag. En dat wordt toch wel een andersoortige Vaderdag.
hoe dat ik ga meemaken, moet ik nog even zien hoe ik dat ga meemaken morgen in verband met Vaderdag. En hopelijk kan ik u mijn ervaring van de eerste Vaderdag ooit in de geschiedenis in COVID-19 tijdperk, kan ik u ook waarschijnlijk woensdag vertellen. En mogelijk kunt u mij dat ook vertellen, die van u, woensdag aanstaande, maar morgen is Vaderdag. We willen de condoleances overbrengen aan de mensen, de Surinaamse samenleving. En in het bijzonder aan de familie Setny. Ex-minister-president Jules Setny is overleden op 97-jarige leeftijd. Hij is lid van de Staten van Suriname geweest, is voormalige minister van Financiën geweest, president van de Ontwikkelingsbank, minister-president van ons land en ook nog president van de Centrale Bank van Suriname. De nieuwe haven, NV Havenbeheer, is in 2016 naar hem vernoemd geworden. Jules Setny is komen te overlijden op de leeftijd van 97 jaar. Vandaag moeten we feliciteren en dan ook met extra lieve nadruk. De boeroes in Suriname. En u zult zich afvragen, wie worden nou boeroes genoemd? Als je echt een Surinamer bent en hier woont, dan weet je wat we bedoelen met wanneer we zeggen je bent een boeroe. Dan ben je niet een boeroe uit Holland, je bent een boeroe van Suriname. Dat zijn de Nederlandse kolonisten die vandaag 175 jaar geleden naar ons land kwamen. En het waren geen rijke Nederlandse kolonisten. Je moet niet denken dat iedereen die 175 jaar hier is gekomen vanuit Nederland rijke mensen waren. Dat waren heel arme boeren die ook hier kwamen werken. En ze kwamen op 20 juni aan in 1845. Ze kwamen met 4 zeilschepen aan. Er waren de eerste groep van Nederlandse kolonisten was 384. Heden ten dagen noemen we ze geen Nederlandse kolonisten, maar het zijn Surinamers. Ze zijn ingebed Surinamers. En we roepen ze met veel liefde, roepen we ze boeroes. Een mooie dag aan allemaal toegewenst. En we zijn heel fijn dat we samen met jullie allemaal ook deze grote Surinaamse gemeenschap gezamenlijk kunnen vormen. Rachid Pierkans, Kel Ajorkel. Vandaag heb ik 2 telefooninterviews voor u later. Met mevrouw Malti Sarjo praten we over COVID-19 en we praten later met mevrouw Del Castillo over de recente verkiezingen van 25 mei 2020. Ik ga direct de telefoonlijn ook voor u opengooien. Ik verwelkom uw maatschappelijke mening in deze uitzending op het telefoonnummer 5320 37 in Rachid Pierkans Kala Jorkel. U kent de rules and regulations. Het is simpel. U mag zeggen wat u op uw mind hebt. Beledig geen mensen. Wees netjes, wees beleefd. Doe alsof je tot je familie praat. Doe alsof je tot je eigen kinderen praat. En daarmee zou je zeker niet onbeleefd praten. Dus zo moet u omgaan in deze uitzending. Want u wenst ook niet beledigd te worden. Met andere woorden, moet u ook niet doen tegen andere mensen. Maar u mag me inbellen als u dat wenst. Op 5320 37 in Kel Ajorkel. Laat me u tenslotte wat andere informatie geven. COVID-19 nieuws. Oké, we hebben snel al een beller. Het gaat heel erg snel. Goedemorgen, dit is Kel Ajorkel. Gaat u gang. Good morning, my dear friend. Good morning. Ja. I'm the first one today. Toto lobby. Te meere justen na mi di opo. Isab da di opo. Da song opo. Thank you. Isabi, maar vroeger ben je altijd laatste. En ik zie dat je nou dichterbij komt. En vandaag ben je eerste. Nee, leg je uit. Maar sa, ik ken ka patroon. Ik ken ka patroon. En weet je waarom? Uh-huh. Ja, isab sana sani. Mi belly verliede toch. Maar mi bo da laatste wan bakken. Maar net op de val riep, da asan bak. En ik belde al een hele poos, maar het lukte niet. Dan tak ik de man tegen je zang aan gauw begin met de eerste van zijn obelie. Goedemorgen al die mensen die naar Assisa luisteren. Want je kiest a blanche toch, ja. Dat is maar die belie naar je precies, sweetie. Ja. 100%. Ja. Ik heb met bepaalde dingen hebben bezig gehouden de laatste tijd, hè. En een van ze, want met zoveel hou je bezig. Maar het een van ze is de hygiëne.
hygiëne voor ons, of voor ons als mensheid in Suriname. Jongen. Ik heb mijn op de geweldige voeten zijn wat ik kan worden. Dus mensen gaan bepaalde dingen voor me doen. En dan ben je blij. Ik was mij langer wat aan ogen, toch? Je weet toch? Begrijp je? Ja, ja. En dan ben je mij takkie woorden en wat ik heb zo. Je snap je toch? Ja. Je takkie dat je toch? Ja, ja. Voor wat wordt wat. Correct. Laten we elkaar niet voor de gek houden. En dat moet je weten als mens. Ai. Oké. Okay. Ja, want zoals we op 3 ei. Als mij duas aan het geven in je gitaar terug. Je wilt ik nog meer. Oké. Begrijp je? Ja, ja. Maar het gaat over de hygiëne. Ik heb iemand gestuurd om. En mij loopt dit soort zandat, hè. Mij loopt kring, hè. Mij loopt alles aan sweetie kring. Mij denk dat jullie bent toe. En wie houdt niet ervan, denk ik. Maar aan de spot toe. Hygiëne is vreselijk duur. Nu in Suriname. Reden waarom. Je gaat naar de winkel. Je gaat de spullen kopen. De spullen zijn al zo duur wat je koopt als mens. En dan kom je bij dat gedeelte van de huishouding hygiëne. Je gaat de spulletjes kopen van hygiëne. Dan praat ik over Pinol. Pinesol, Mistelin, Fabioso, zijn de dingen die we normaal een beetje van Jaf, of naar Jaf of naar bleekmiddel. En je hebt soms dat, ja, was dat de pchins op moroboek op moratrawang. Ik had hem dit toen ze lang beren, maar 62 jaar is, maar ik mag niet lang beren. Maar dat is nog, jong. Je doet lekker 92. Ja, maar je gaat naar die fase. Nou, beetje, ja. Je zat ook in de acceptering. Maar wat haast je aan? Je was blij jong bij je. Nou, mijn haast. Niet tegen je toch. Maar goed, ga je gang. Ga je gang. Dus, mijn go. Dat maar, zorg me naar de camera. De prijzen. Wel waar het. Misschien gro. Want Patra Mistolin, zij ben bij in de tijd acht zoveel. Kota katron 14 gulden of 13 gulden. Kost vandaag bijna 25 SRD. If you want go op Chimoro Fassi, you want buy op Chimoro extra, you want go op Pinesol. Want voor zit dat mij bij 2, 3 Pinesol, mij bij 2 boek op dat mij bij. A Pinesol, me buying 42 golu voor 2 weken terug. Ik sta met de camera te kijken hoe het na 2 weken 52 SRD kost. Ja, want dat nam merk toch? Dat mijn praxeert dat hij van is maar een onderhoudingsreven naar een COVID nou naar een hygiëne gedeelte. Toch? Want als je geen Japan hoort in de COVID. Toch? Dus dan vind ik dat de maak ik die pakket naar onze dagelijkse, ja, dagelijkse dingen. Ja, tenminste, maar ik zie mensen hebben het echt nodig hoor. Mij nog ook knap in variëren. Voor dit, hè. Maar ja, ik begrijp dat mensen die het heel moeilijk hebben. Dus ik zal u weer voor ze, want ik ben in die fase geweest van het werksysteem. Maar met komt de mensen in dat pakket niet te goed met hygiëne. Dus maar nog een bekostiging aan Farid. Het is vreselijk duur. Dus in die bij 3 batten mistolien. Dat is in was van aan een barkje gaan naar winkelen met dat vreer. Dat ik is 25 kolom nog maar bakken. Dat is zo hygiëne gedeelte. In de contact de tra sanite. Laten we even eerlijk zijn. Abuna? Kisernang? Dat is na de inwa COVID. A osso moest kring. Alasan buiten moest kring. Alasan moest netjes. Wasbak alasan moest fris op. I toilet, i badkamer.
wat doe? Voor je doe lang aan dat hij. Voor je bekostiging heb je ons maar 1600, 1700 gulden aan moe. Dan paar euro's in paar vijf en paar watra. Dus dat heb ik vreselijk gevonden dat die winkels de prijzen 100% verhogen. Ik zeg geen 50% meer. 100%. Laat men dit in gang gaan kijken wat ze doen. Want dit kan zo niet doorgaan. Want onze geld is helemaal te onderen. If you want money, no there. Look at me. No, they not to support the fase. Come tak and so. But what are the stukje daar onder gebeurt? This is my dead. I'm not so long. Mensen gaan niet alleen dood gaan van COVID. Mensen gaan dood van verdriet. Van verdriet van hun levensstandaard. Dat daar aan de grond is beland. Een fijne morgen, mijn schatje. Mijn lobby is zo. Oké. Okay. Dank u wel. No. Afro love you too. Voor al die mensen. Oké. Dank u wel. Ja? Dank u wel. Oké. Kijkt u, dit verhaal die Assisa daarnet verteld heeft, maakt u ook iedere dag mee. Gisteren kwam ik ook een vrouw tegen. Toevallig gisteren. En die kwam net van de winkel. En het enige wat die vrouw tegen me schreeuwde, ja, maar niet schreeuwde omdat ze boos op mij was, maar schreeuwde, mijn God, al mijn geld is op. Ja, daar kan ik niks zeggen, hè. Dan blijf ik stil. Dit is Kala Jorkel. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Fadi. Goedemorgen. Meneer Farid, ik wil actie aan uw programma. Bedrag voor de minister Sami Arki. Zomaar kondigen aan bedrag voor de minister. Meneer Farid, aan bedrag Sami Jere, van de Mago Feni. Waar minister Sadio Wanyari. Sazdung, waar de bedrag Sami Arki. Zomaar aan kondigen aan bedrag dat meneer Farid. Look who money Farid, me now want to hear that the Gnusia Sami Abi. Me now Roko Kaifan Twin to call the Strafi, Mabosol the King. The look the man is his out there, one yari, the look of Badrak, money Farid Teogo. A man saka uncle the car Badrak in Midenki, a man is for Cop City. The money for them are the lane for money Farid. Na de bank, hakkeri bank, na give them a, this is them a, they take the money. Mene Farid miskire ki de badrak saip sa yon, sana konze ou de pina so. Day for day, a pina de moro tranga da luku sa de ma fos de ma dit musbe, da luka badrak di de meyeste. Mene Farid, wansi, luku lekwa minawa bawaka, bu owey. No, alla ministeri tapu, ma unumus dauroko. Set mi sabi to mene, Fari. Noi demane warger de bawakas fu de ministeri. Lek tagu de mai bahandel. Tru mi tegi, luku tu wiki ba, no a presi demane roko. Ma na de bawakas, ay vorde presi. No an de minister nango director di wardere, noi je de bawak alle ministerie afstand dat de meneer Farid is naar mijn mening. Oké, dank u wel. Dit is Kal A. Jorkel. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Ten aanzien van wat die meneer daarnet zei, is dat president Bouterse, de zittende regering nog steeds, en vicepresident Ashwin Adin. President Bouterse had de salarissen destijds verhoogd, maar toen hij terugkeerde uit een trip uit Cuba, maakte hij direct bekend dat de verhogingen niet zouden gelden voor de ministers en ook niet voor de president en ook niet voor de vicepresident. Dat had hij toen bekendgemaakt.
Wat we nu echter wel zien, is doordat ze een outgoing government zijn, een outgoing government, want een nette regering die verloren heeft, is bezig haar koffers in te pakken en haar laden op te ruimen. Heeft nu op de valreep die verhoging met TWK wel doorgevoerd. Dus meneer Boutersen doet woordbreuk aan die samenleving die hij destijds heeft gezegd, wij gaan het niet doorvoeren. Doordat ze nu weggaan, doen ze het met TWK. Dat betekent, ze krijgen het verschil met terugwerkende kracht. Dat krijgen ze. En dan is die samenleving stil. Waarom is die samenleving stil? We zien juist in een periode waarin ons land in een bankrupt state is. We zijn een failliete boedel. We zijn ook moreel een failliet land. We zien een samenleving dat verscheurd is door de armoede die ze nu treft. We zijn een land waarbij huishoudens in elkaar klappen. Hadden vele mensen uiteraard verwacht dat een regering juist zou zeggen, we gaan looninlevering doen. Wat wel gebeurt in nette, beschaafde landen. Hebben we het wel gezien dat waar een land in armoede dompelt, de regering meegaat met die samenleving om te zeggen, wij gaan juist inleveren. Als ook parlementariërs van die landen hebben dat gedaan. Echter zien we hier dat deze regering onder leiding van president Boutersen en onze mantra Ashwin Adin, die aan crisismanagement zou doen, hoogwaarschijnlijk is hij bezig zichzelf te managen, dat ze dat met TWK doorvoeren. En dat schrikt uiteraard die samenleving. De ministers krijgen in een normale situatie 200% van wat een directeur van een departement verdient. 200%. Een vicepresident krijgt 150% van wat een minister verdient. En een president krijgt 200% van wat eveneens een minister verdient. Wat we momenteel zien, is dat er over en weer bevorderingen plaatsvinden op de valreep van personen welke een regering in principe niet zou moeten doen vanwege het feit dat ze een outgoing government is. Ze confronteert de aankomende regering met zaken die hoogwaarschijnlijk de nieuwe regering niet wenst. We zien ook dat de minister Benschop van Defensie gepromoveerd wordt binnen de militaire rang naar generaal-majoor wordt hij bevorderd. Wat dat in bevolkingstermen inhoudt, dat zult u hoogwaarschijnlijk niet weten, maar de militairen weten wel wat deze rang inhoudt, generaal-majoor. Defensie op zichzelf heeft pakweg 4.622 mensen in haar bestand. En wat betekent die bevordering? Dan gaat het niet zozeer om de stelletjes en de streepjes die hij op zijn schouders krijgt. Want een oorlog heeft hij nooit gevoerd hoogwaarschijnlijk. Maar hij wordt wel generaal-majoor. Maar het gaat om de lonen die hij gaat krijgen. Want iedere bevordering en iedere ster en iedere streep, goed schik, kwaad schik, gaat gepaard met een looncomponent. Dus een generaal-majoor verdient relatief ook meer. Want dat betekent de streepjes en de sterretjes. Niet alleen in een rang, maar het gaat ook mee met de betalingsstructuur in dat systeem. En al deze dingen schrikken de samenleving uiteraard. En we hadden juist verwacht dat president Boutersen zielig zou overkomen. Maar hij komt ook waarschijnlijk niet zielig over. Ja? En hij accommodeert alle mensen nog op de valreep. Echt waar. En daarom die vraagstelling van die meneer daarnet. Laten we u wat COVID-19 nieuws aan u geven, dames en heren. Brazilië, ons buurland, is nu het tweede land in de wereld, op Amerika na, met meer dan 1 miljoen besmette personen.
En maakt u geen fout, het is ons buurland, de Brazilianen. 1 miljoen mensen zijn daar nu besmet, 1 miljoen plus mensen. In ons eigen land Suriname zijn 213 mensen actief besmet. Dat noemen ze actieve cases. 293 zijn positief. 72 mensen zijn hersteld. 329 mensen zijn in quarantaine. En jammer genoeg hebben we 8 doden moeten betreuren. Vanwege COVID-19. En wij condoleren de nabestaanden ook bij deze. We hadden eerder een gesprek. Ik heb eerder een telefoongesprek gehad met dokter Malti Sartu. Gewezen directeur van RGD. En wij vroegen haar meer omtrent COVID-19 en ook wat haar mening is hieromtrent. Laten we nu even naar dat gesprek gaan luisteren. Gaat u mee? Ik ben aan de telefoon, meneer Farid Pirkan. Ja, bedankt voor uw tijd dat u ons wil informeren over het coronavirus. Er is geen sprake momenteel van een afname in ons land van het virus, meer bekend als COVID-19. Wat is uw mening daarover? Meneer Pirkan, het is inderdaad is er nog geen afname. We zien in tegendeel dat er elke dag tussen 16, 20, 25 positieve testen bijkomen. Dat heeft zich vanaf midden mei is dit zich gaan vertonen. Dat er een positieve COVID-patiënt was, 18 mei. En die heeft verschillende andere mensen besmet. Uiteindelijk na de verkiezingen is ook gebleken dat meerdere mensen zijn besmet geraakt. En we nu in een code rood verkeren. En dat betekent dat wij, ze noemen dat community spreading. Dat is een verspreiding in de gemeenschap waarvan wij de oorzaken niet kennen. Er zijn al reeds maatregelen hierover getroffen en die betekenen van social distancing. Dat betekent een afstand van 2 meter, je handen goed wassen met alcohol of zeep. Indien er klachten zijn zoals keelpijn, hoesten, benauwdheid, dat de patiënt gelijk contact opneemt met zijn of haar huisarts. En dan de richtlijnen en de instructies dan volgt van haar huisarts. In deze is het heel erg belangrijk, ook wanneer de mensen naar buiten gaan, dat zij dan ook een mondkapje meenemen. In code rood betekent het dat we niet weten waar dus de bron is van besmetting. En om onszelf te beschermen en ook anderen, is het noodzakelijk dat wij allemaal rekening houden dat we die voorzorgsmaatregelen nemen om met een mondkapje te lopen zodra we uit huis gaan. Zodra we in menigte terechtkomen, dan is dat belangrijk om ons te beschermen, maar ook onze medemens te beschermen. Gelet ook op die bescherming is het ook noodzakelijk om de afstanden in acht te nemen van 1,5 tot 2 meter. Want als je ziek bent en je hebt hoesten, niezen, dat dus die druppeltjes dan niet ingeademd kunnen worden. Vandaar dat het ook geadviseerd wordt om die mond- en neuskapjes te dragen. We zien nog geen afname van het aantal besmettingen. Wel bij vermelden dat er wel erop gelet wordt van degenen die besmet zijn, dat die beschermd worden. Je krijgt de mensen die besmet zijn met klachten worden geïsoleerd en de mensen die alleen besmet zijn en geen klachten, die zijn dan in quarantaine en die worden goed vervolgd. Het is heel erg jammer, we betreuren het dat er tot nu toe 8 mensen zijn overleden. En we zien ook dat er ook andere organisaties zijn die ook meehelpen om zoveel mogelijk het bewustzijn binnen onze gemeenschap te vergroten, dat men voorzichtig te werk gaat. Ja. Mevrouw Malti Sarju, we zien ondanks het feit dat de overheid en andere organisaties voorlichtingsprogramma's geven en de burgers blijven informeren, blijkt dat toch een deel van de burgerij, ik zou niet zeggen allemaal, zich niet zozeer aan de regels houdt. Zijn ze wel bewust van het gevaar of zijn ze nog niet bewust van het gevaar? Nou, ik zie wel dat er een enige verhoging van bewustzijn is van mensen die zien dat het een gevaar is.
Maar we moeten ook nemen dat we mensen ook goed moeten inlichten. Want waarom komen mensen naar buiten? Als er is nu een lockdown. Mensen worden gezegd om thuis te blijven. Maar waarom kunnen mensen dan niet thuis blijven? Omdat er ook andere zaken spelen. Mensen hun banen zijn op de tocht. Er is onzekerheid ontstaat er. Er is geen voeding, er is onvoldoende eten is er. Daardoor gaan mensen ook naar huis om op zoek te gaan naar deze basisbehoeften. Daarnaast is er, naast het zoeken van de basisbehoeften, is er ook dat je moet letten hoe de gesteldheid is. Want het is een heel nieuw ding. Wij zijn er niet op voorbereid. De hele wereld is niet op voorbereid. Maar je moet naar mogelijkheden gaan kijken dat we elkaar hiermee kunnen helpen. Sociale omstandigheden, psychosociale situaties die kunnen ontstaan, zoals mensen die depressief kunnen worden. Er zijn huiselijk geweld vergroot. Kinderen zijn thuis. Hoe ga je ze bezighouden? We moeten niet vergeten ook de risicogroepen. Dat zijn merendeels de ouderen boven 70 jaar. En die nog met onderliggende ziekte zitten. We moeten deze mensen ook goed begeleiden. En instanties hebben richtlijnen geven. Geen instanties, maar richtlijnen geven. Hoe daarmee om te gaan. Je ziet ook wel een wijziging en dat er vroeger dat de mensen, de consument, naar de winkel ging. Nu zie je dat vele bedrijven het zodanig inrichten dat de leverancier of de distributeur naar de klanten toe gaan. En dat is alleen maar positief. We moeten zoveel mogelijk er naartoe gaan dat mensen niet in een gevarenzone komen. Okay, we merken wel dat het bedrijfsleven zeer creatief is en ze leveren hun goederen aan huis. Ja. Maar goederen aan huis betekent 1, dat de mensen die dat bestellen een minimum moeten bestellen, dat is 1. Ten tweede, die mensen moeten dat geld hebben, dat is 2. En ten derde, aan huis leveren kost soms vaak genoeg relatief meer. Dus hoeveel mensen kunnen in massa daarvan gebruik maken ten opzichte van die grote massa die niet over die middelen beschikt? Ik ben het helemaal met u eens dat als je maatregelen treft, dat je zeker ook moet meenemen degene die hieronder gaan lijden. En dat er instructies moeten zijn, vangnet moet zijn om deze mensen op te vangen, zodat ze ook mee kunnen doen aan die lockdown-actie om thuis te blijven. En dat ze niet in een gevarenzone komen. En daar vind ik dat de overheid onvoldoende richtlijnen en vangnet en maatregelen heeft getroffen om deze op te vangen. Je hebt inderdaad een deel die dit zich kan veroorloven, maar je hebt ook een groot deel die dat niet kan. En je ziet dus ook dat verschillende partijen, organisaties zich wel inzetten om de mensen tegemoet te komen. Je ziet nu plotseling een toename dat mensen pakketten krijgen. En dat vind ik alleen maar bewonderenswaardig, dat we ons allemaal inzetten dat degenen die het niet hebben, dat we die tegemoet komen. Ja. Maar dit is inderdaad wel een taak ook van de overheid om daarin te voorzien. En daar is onvoldoende. We zien bij de laatste afgelopen maandag, dinsdag, vanuit sociale zaken konden de mensen aan een pakket komen. Het werd een hele chaos. Ja. Vandaag weer, als we kijken naar de beelden, zien we dat mensen zich niet houden aan die 2 meter afstand. Ze hebben wel hun mond-neuskapje op, maar ze zijn, de afstanden hebben ze niet in acht genomen. Ja. Het is een gaan, we moeten gaan naar een ander systeem, dat mensen niet behoeven te komen naar die plekken, maar dat het gestuurd wordt of dat het gebracht wordt naar die mensen. Dokter Ik vind dat daarin onvoldoende maatregelen zijn. Dokter Malt, u staat u tot slot. Het ziet er naar uit dat COVID-19 voorlopig niet weggaat. De internationale berichten hieromtrent liggen er niet om. Ons buurland Brazilië, daar is de grootste toename daarvan op de Verenigde Staten van Amerika na. Dus het gaat voorlopig niet weg. Hoe gaat ons leven in de toekomst eruit zien? Ja, we zitten namelijk tussen 3 landen, waarvan Brazilië dus inderdaad het hoogste risicoland is. Ze zitten nu al met ongeveer 1 miljoen besmette mensen. En we gaan naar een nieuw normaal, noemen ze dat. Dat betekent dat wij ons leven zullen gaan aanpassen. En dat gaat ook betekenen dat je gaat letten hoe je eet. Je weerstand moet ook goed zijn. Je gaat meer ook aan lichamelijke activiteit doen, zodat we gezond blijven.
Onze voeding zal ook aangepast moeten worden. Ik denk ook aan het werken. We gaan nu slim moeten werken. Sommige mensen kunnen van huis uit kunnen ze werken. Je zal afstanden moeten creëren, veilige afstanden. Wanneer je uit bent, dat er een veilige afstand is van 1,5 tot 2 meter. Dus er zal een nieuw normaal leven zal er ontstaan. Wij hebben wat, dat hebben mensen ook wel en dat is juist goed. We kunnen ons heel goed aanpassen aan een nieuw systeem. Maar daarvoor zullen natuurlijk ook die instrumenten moeten zijn om die op te vangen. We gaan naar een nieuw normaal. Dr. Baltisarju, mag ik u bedanken voor uw bijdrage in de Rashid Pirkans Kal aan Jorkel. Met plezier. Dag meneer Pirkan. Een nieuw normaal. Kunnen we dat wel allemaal? Het is hoogwaarschijnlijk ingewikkelder dan we denken. Omdat iedereen heeft een normaal patroon van leven. En om een nieuw normaal, wat men noemt, nieuwe stijl van leven op te bouwen. Dat gaat hoogwaarschijnlijk ook een hele generatie duren. Want je kan die swing van een, wat men noemt, een nieuw normaal ook niet overnight maken. Met andere woorden, ik heb het ook moeite om te zeggen van, ja, hoe moet ik nou omgaan met mijn eigen leven? U uiteraard ook. We hebben tussen weer die lijnen voor u opengegooid, 5320037. Dit is Kalaar Dorkel. We verwelkomen weer uw mening in deze uitzending. Goedemorgen, u bent erin. Gaat uw gang. Goedemorgen, heer Farid. U spreekt tot de heer Rewat. Ja, goeiedag. Ja, dat getal 2020. Ziet u iets apart in dit getal? Een beetje apart zo, uniek. Ik heb er niet zozeer op gelet hoor. Oké. Kijk. Dus 3 keer 20 achter elkaar toch? Ja. Ja. Kijk, vroeger als je naar de kermis gaat, dan ga je dobbelen zo, die chikkeren bij die paaien zo. En dan moet je heel veel geluk hebben dat al die 3 dobbelstelen, wijs op 6 bijvoorbeeld, of 1. Mm-hmm. En dat lijkt op zoiets ook 2020. Zo achter elkaar. Het lijkt op een geluksgetal, weet je. En wat is dat? Dat is heel simpel. 2020, dus in 2020, 20 zetels voor de VHP. Lijkt wel een beetje geluk. Misschien krijgen we geluk dat het land door VHP en zijn team goed georganiseerd kan worden. Okay. Het is een heel aparte getal, hoor. 2020. En in de toekomst gaat het niet zo makkelijk gebeuren dat zo'n getal allemaal 3. Misschien in 30-30-30, dat 30 zetel voor een partij gaat ook moeilijk zijn. Oké, okay. Dat is goed. En nog iets. Tot nu toe, alle eerdere presidenten waren woonachtig of zijn woonachtig in de hoofdstad Paramaribo. Meneer Santoki kan de eerste president worden van een district. District Wanica. Is ook een beetje apart. Oké. Okay. Dat was het. Bedankt, ja. Is goed. Dank u wel. Nou, als u in cijfers gelooft, dan kunt u tegen alle cijfers iets aanplakken. Als het 2020 is 20 zetel, maar we weten ook 2020 is COVID-19. En dat gaan we ook herinneren wat we niet willen. Dat we in deze, dat we in 2020 met het coronavirus geconfronteerd zijn geworden. En dat we allemaal nou geïsoleerd zijn in ons eigen huis. Wetende dat deze coronavirus voorlopig niet weggaat. Het virus gaat voorlopig niet weg. En dat is ook in 2020. Dus tegen elke cijfer die je ziet, kan je iets aanplakken. Volgens jouw denkbeeldige kijk ernaar. Je kan het positief zien en je kan ieder verhaal eromheen bouwen. Maar we verwelkomen ook uiteraard die mening van die meneer daarnet. Ik ben straks weer terug met meer Kalaar Jorkel. Tot straks. Dames en luisteraars, welkom terug tot Rashid Pirkans Kalaar Jorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 20 juni 2020. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze aflevering. We zitten in COVID-19 tijd en ons leven is niet meer normaal. En dat hebt u uiteraard ook in uw eigen familie, in uw eigen kringen gemerkt. We kunnen onze eigen families niet meer zien, zoals gebruik. We kunnen niet meer naar het werk, zoals gebruik. We kunnen onze vrienden niet meer zien, zoals gebruik. Er vinden geen huwelijken meer plaats.
Maar gelukkig, er vinden ook geen echtscheidingen plaats. Dus dat brengt ook wel iets goeds uit, hoogwaarschijnlijk. Maar het is gewoon niet meer normaal. En dat we weten dat we gaan moeten aanpassen, dat we moeten passen en meten, dan gaan we ergens een moment moeten vinden dat we zeggen, dit is ons normaal leven. Maar we hebben dat zelf ook nog niet. Omdat we nog steeds bezig zijn om te weten, om te herkennen wat overkomt ons eigenlijk. Het dringt niet tot iedereen door, mogelijk ook niet tot mezelf. Laat me mij meenemen, tezamen met u allemaal, van hoe lang gaat dit allemaal duren. Ik heb voor mezelf me erin berust dat dit niet meer weggaat, zolang er geen permanent vaccin wordt gevonden. En de berusting komt ook op het feit dat het mogelijk nooit hoeft te komen. Dat het mogelijk ooit nooit hoeft te komen. Wat er mogelijk wel kan gebeuren, is dat er wat remmers worden gevonden om de ziekte, de besmetting, te stremmen, af te remmen. Zo bij wijze van spreken, om je maar een extreem voorbeeld te geven, is na pakweg 40 jaar is er nog geen HIV-medicament gevonden. Wat er wel is gevonden, is een remmer ertegen, dat we langer door kunnen. Dus we gaan het anders moeten doen. Hoe, weet ik ook niet precies. En iedere dag zit u ook met uzelf te bedenken van hoe moet ik nou eigenlijk verder gaan? Hoe gaat het verder gaan? Vooral mensen die geen veerkracht hebben, bijna helemaal geen veerkracht hebben. En toen ook al voor COVID-19 economisch kapot waren gemaakt, geslagen door deze regering. Ik heb het u vaak verteld de afgelopen 4 jaar, we waren al kapot geslagen. En op top of dit komt dit nog erbij. Is het heel moeilijk voor de aankomende regering, en ga u zeggen het is heel moeilijk, om een op maat gesneden model te gaan vinden. Heel moeilijk. En ik wil graag die discussie ooit met ze hebben als ze daar zitten. Want het gaat niet 1 op 1, 2, 3. Kijk, een economie dat kapot geslagen is, dat weten we al, dat we dat zouden komen aantreffen, dat zou je kunnen herstellen in due time. In due time kan je hem herstellen. 4, 5, 7, 10 jaar, je kan hem herstellen. Dat kan. Maar met een ziekte, een virus die overal is, maar we weten ook niet waar het is, daarvoor heb je geen boek dat je kan kopen in een boekhandel, om te zeggen, dit is een draaiboek die we moeten uitvoeren, en daarmee hebben we dat probleem opgelost. Dat is bijna zo goed als onmogelijk. Wat er wel kan gebeuren, is dat men, naarmate men bezig is, kan zeggen, nee, dit zouden we beter moeten doen, dit zouden we beter moeten doen. Want dit had niemand zien aankomen, dat het op zo'n grote manier en op zo'n grote schaal ons zou treffen. Goedemorgen, dit is Klaas Jorkel. U bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Farid. Ja, goedemorgen. Ja, het belangrijkste wat ik jou zou willen zeggen. Dus het discrimineren van mensen, als mensen gewoon horen dat u van een positieve buurt komt. Kijk, we zijn van I am good. En als je bij een winkel gaat, om het daardoor zomaar, mensen willen niks voor je verkopen. En we zitten momenteel in quarantaine ook. En het is jammer dat wij als COVID-patiënten of in quarantaine zitten, gediscrimineerd worden, de familie en ieder. En het ziekte is niet door ons gebracht, het is een natuur of iets, zouden wij niet kunnen weten. Maar het kan in ieder voorkomen dat hij positief kan getest worden of een COVID-patiënt kan worden. Maar discrimineren is keurig het eerst af. Winkels, service station als je olie gaat vullen, tanken en overal bijna. Ja. Oké, ik begrijp dat. Nog bedankt, meneer Farid. Oké, beterschap. Kijk, ik kan deze man zijn gevoelens begrijpen. Maar ik kan ook de burgerij begrijpen. Mensen zijn bang. Mensen zijn angstig. Het is iets waarmee we nog niet weten
hoe we ermee moeten omgaan. Dus het is een normaal reactie van die burger die nog niet weet wat dat ding precies is. Hoe moet ik het afbakenen? Hoe moet ik verder gaan met mijn leven? Dat je kan krijgen dat door angst vanuit die burgerij er zo'n opstelling plaatsvindt. Maar ik zou het niet per se willen noemen dat men discrimineert. Het is gewoon een vorm van angst. En wanneer we ermee kunnen leven en meer kunnen omgaan, en in due time gaan we ermee kunnen leren leven, dan gaat dat ook afnemen ten opzichte van mensen die besmet zijn. Maar doordat we gewoon nog niet weten wat het is, is iedereen gewoon angstig. En het is wel heel jammer dat mensen die vooralsnog positief besmet zijn, want velen gaan wel herstellen, hou dat vast, dat ze nu al worden afgebakend door die samenleving. Het is heel jammer. Maar mensen weten nog niet wat het is. Dat is het probleem. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, Farid, met Sam. Met Jan. Hoe gaat het met Sam. U? Goedemorgen, Sam. Ja, na lange tijd praten we weer. Ja, Sam. Er zijn twee spannende onderwerpen. Dit is COVID en de tweede is de nieuwe regering. Ik denk dat de nieuwe regering snel moet komen om die zaak, de aanpak van COVID over te nemen. Het blijkt dat de huidige mensen een deel ervan almoes zijn. Je ziet geen minister van Sociale Zaken komen vertellen hoe en geen engineering om die distributie van voedsel aan te pakken. Je ziet dat particuliere groepen, politieke partijen proberen hun mensen die honger lijden tegemoet te komen. Terwijl gisteren heb ik gezien aan de Munderweg lange rijen, moeders, oude vrouwen, het kan mijn moeder zijn, die zuchten in de zon en geen oplossing. En dat is mensonteren en nog grotere creatie van besmetting van COVID. Men had gewoon alle bedrijfsvoertuigen van Lanti en de parastatale bedrijven met chauffeur en een helper kunnen inzetten. Ik heb het ook geschreven naar een paar mensen. En die konden op een slimme manier onder leiding van Sociale Zaken, met de militairen, met de politie. Ja toch, ze hebben nu niets om te doen om te bekeuren en dat soort dingen, laat me het zo zeggen. Dan konden ze het eten, het voedsel en de andere dingen kunnen hebben gedistribueerd voor de mensen. De mensen konden thuis blijven, minder besmettingsgevaar. Dus ik zeg, door slim en efficiënt, maar ook menslievend te zijn en willen doen, je moet die energie hebben. Deze regering heeft geen energie meer. Ze zijn op, ze zijn eigenlijk naar huis gestuurd. Dus de jongens hebben geen zin meer om te werken. Ze denken, jullie zoeken het uit. Dus dat gevoel heb ik. Een tweede ding, kort wat ik wilde zeggen. Kijk, iedereen keek met veel eerbied naar IAM Gold, Newmont, de deviseverdieners. Je ziet dat de vakbond is opgekomen voor de mensen. Maar wat doet de directie? Een mevrouw, die komt op televisie. Ze is country director. En ze praat vijandig tegenover de vakbond en de mensen. Ze heeft geen enkele oplossing gezegd. Ze zegt alleen dat de mensen illegaal bezig zijn. En deze dingen, ze sprak geïrriteerd, ja. En deze mensen, die veroorzaken nog meer ellende. Wat er moet gebeuren is, dat ding accepteren en zeggen hoe de oplossing gebracht moet worden voor de mensen. En dat die mensen zich nu gediscrimineerd voelen, neem de bevolking niet kwalijk. Iedereen is bang. Ik zou ook 10 meter van iemand staan die ik weet die besmet is. Dus al deze dingen moeten via voorlichting komen. De mensen die op televisie komen en voorlichting geven, militairen. Je weet dat dit volk niet van militairen houdt. Dus die twee dames die komen vertellen op televisie over lockdown. Onomaieren zodat die laten doktoren, virologen, lieve mensen ons komen zeggen wat we moeten doen. En niet ons thuis oplokken, maar ons zeggen hoe we een oplossing kunnen zoeken om ons dagelijks leven voor te zetten. Om aan brood, melk te komen en aan medicijnen. Hoe we kunnen doorwerken. Want Umulibi, meneer Pirkan, over een maand is er geen geld meer in belastingkantoor. Hoe gaan ze alles betalen? Noa manieroko. Dus het is een triest ding. Ik hoop dat de nieuwe regering snel met oplossing komt. Dank u wel. Oké, dank u wel. Dit is Rashid Pirkan, Skal Aanjorkal. Ik heb je al een paar weken gezegd, ik begrijp niet wat de CIVD doet als leidinggevende om over COVID-19 te komen uitleggen.
Ze moeten dat laten in burgershanden. Ik weet niet, want CIVD die moet je zien als de geheime dienst van Suriname. Wat komt de geheime dienst ermee doen? Ik bedoel, de geheime dienst moet letten op spionage, terroristen en dit soort aangelegenheden. Ze hebben geen know-how om met de burgerij om te gaan. Die know-how hebben ze niet. De persoon die ik wel content vond, en ik wens hem ook een van harte beterschap toe, is kolonel Slijngaard. Een van de redenen waarom we nog konden leven met kolonel Slijngaard, is omdat kolonel Slijngaard al jaren met die burger in beeld is via NCCR. We konden kolonel Slijngaard altijd in het verleden, ook in het heden zien, wanneer er een ramp ergens was, wanneer er rukwinden waren, wanneer er overstromingen waren, dan zag je hem wel in beeld met burgers omgaan en niet vanuit een militaire technische tactiek. Dus de burgerij was gewend met kolonel Slijngaard. Maar wanneer je nou majoors of luitenants, ik weet niet, want ik ben niet van het rangensysteem, militairen komt zetten vanuit de CIVD, heb ik me gezegd, wat de heck moeten die nou komen doen hier? Je moet het laten voor de burgers, voor civiele mensen, moet je dit probleem laten om het op te lossen. Maar ja, je doet maar zolang je het nog kan doen, hè. Dit is Kalajorkal, dus we hebben ook gezien dat door die armoede, ik ga u zeggen, dames en heren, het is verschrikkelijk wat in mijn land, in ons land gebeurt. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En ik weet niet wat voor oplossing die nieuwe regering nog heeft. Ik heb er wel wat modaliteiten en ik probeer het steeds te doseren op mijn manier in deze uitzending. Hopelijk nemen ze positieve dingen over. Want die positieve dingen die ik leer, is van derden die ik dan meeneem om het te doseren. Maar we zien dat door die armoede een heleboel burgers die nog veerkracht hebben en sociale organisaties die nog veerkracht hebben, de burgerij proberen te helpen en te voorzien van voedingspakketten. We zien de Lions mensen constant bezig. We zien mensen van de Jaycees, mensen van de Rotaries. We zien mensen van goede stichtingen, goede organisaties. Iedereen is bezig te scramblen op de een of andere manier. Op de een of andere manier scrambelt iedereen nu om te zeggen, we moeten helpen. En we zien dat her en der overal gebeuren, wat uiteraard heel goed is. Maar we hebben een filmpje gehad van Paramaribo Security, die tezamen met een aantal mensen in diaspora ook hun bijdrage leveren door mensen te helpen met voedingspakketten. We gaan hier zo meteen het wijzen, een kort filmpje van 2 minuten, 2,5 minuut, en waarbij u beelden zult zien waarbij ze mensen die het nodig hebben in beeld brengen. Het is geenszins een vorm van belediging of vernedering dat we de mensen in beeld brengen. Wat we u willen tonen ermee is dat mensen bezig zijn. En doordat we dat kunnen tonen, hopen wij en spreken we de wens uit dat andere mensen die nog veerkracht hebben, want je moet veerkracht hebben om dit te kunnen doen, ook door kunnen gaan met dit goed werk. En een heleboel andere mensen doen dat. Maar ik heb toevallig 1 filmpje gehad en die wil ik u tonen. Gaat u meekijken.
Prima, dan hebt u dat ook zelf kunnen zien. Jammer genoeg hebben de mensen van de radio dit niet kunnen zien, want het is beeldmateriaal. Maar voor de mensen die naar de radio luisteren, wat we getoond hebben op de televisie, zijn beelden van de onderneming Paramaribo Security, die middels haar donateurs mensen hebben voorzien van voedselpakketten. Uiteraard zijn er een heleboel andere mensen die dat doen. Wenst u dat ik dat ook vertoon, doe ik dat met alle genoegen. Het is geenszins de bedoeling om het vernederend te laten overkomen. We willen mensen hiermee inspireren om het beste van ons naar boven te laten komen nu, in deze enorme moeilijke tijden. Dat is de bedoeling ervan. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Ja, met Pilkan. Ja, goedemorgen. Voor de verkiezingen hadden we een extra uitzending over politieke partijen. Daar had hij iets gezegd over kolonie, toch? Hij zei, een kolonie heeft een paar kokosbomen, dat noemen ze een kokosdistrict. Dan kon ik denken, wat is dat, meneer Farid? Wim is er rood, bij een kolonie. Hij zei, allemaal met de president, dat zijn dat hij. De man, in een massameeting, dat bij de man, zei hij, de kolonie, de beste kolonianen. Ik weet dat het nood in kolonie het allerhoogste is. Dat toen de kolonie maar bestond, maar de koe, de man, dat kan niet zijn. Hey, is hij, allemaal is nog kolonie, joh. Amas ne fagita de kolon to boy koloni na moro heiwang ina konze. Iba ka sa tayo. Okay. Ja. Ja. Is goed. Abong. Dankjewel. Oké, okay, misschien heb ik nog wat meer tijd nodig om het te verwerken. Misschien kunt u dat beter verwerken. Dit is Rashid Pirkans, Kalanjurkel. We praten later ook met mevrouw Del Castillo over de verkiezingen. Haar partij heeft niet gewonnen, dus we willen met haar wel even terugblikken hoe zij de toekomst ziet van Suriname als ook haar eigen politieke partij. Houdt u rekening mee dat de boetes volgens de noodwet ter bescherming van ons allemaal wel zijn ingevoerd. Ze zijn weliswaar nog niet geactiveerd, maar de nodige documenten, papierwerk wordt in orde gemaakt. En wanneer het wordt geactiveerd, dan is de politie bevoegd u bij eventuele overtreding boete te geven. En wanneer u bij wijze van spreken niet volgens uw opgeroepen letter, familienaam, gaat winkelen, dan kunt u een boete krijgen van 250 SRD. Wanneer u geen mondbedekking heeft, kunt u een boete krijgen van 150. Wanneer u zich op de openbare weg begeeft, ook te water, zonder expliciete toestemming daarvoor, kunt u daar een grote boete voor krijgen van 1500. En de laagste boete die u kunt krijgen, dat is een hele lijst natuurlijk, kan ik niet helemaal voor u opsommen, maar de laagste boete is wanneer u geen legitimatiebewijs bij u hebt. Dus zorgt u ervoor dat u de regelgeving niet overtreedt. Al vinden we het nu voor ons zeer ongemakkelijk, maar ik denk dat al die ongemakkelijke zaken men niet doet om ons kwaad te doen. Men probeert daarmee, middels die nieuwe regelgevingen, wat discipline bij te brengen ter bescherming van ons allemaal. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen, meneer Pirka. Hoe gaat het u? Goed, dank u wel. Dank u wel. Ik denk even, u begint steeds meer op uw vader te lijken, man. Serieus? Oké. Okay. Ik heb uw vader gekend in mijn jonge jaren. Ik sta hem zeker 3 keer in de week. Ah, 3 keren. Dan kan het op de tennisbaan zijn of bij een visgat. Ja, 3 keer in de week. Dus op de tennisbaan zuiver. Zie je? Of op tennisbaan of bij een visgat. Ik sta vlak naast hem, hè. Wat zei je? Ik zat vaak naast hem. Oké. Geweldig. Je vader was echt een sociaal bewogen mens. In feite, uw vader was een generatie vooruit. Hele mooie herinneringen had ik aan uw vader. Maar goed, ik wil vandaag niet daarover praten, misschien een andere keer. Ik wil het hebben over het verdelen van de sociale pakketten. Sociale zaken heeft sinds maart
de kans gehad om een goede organisatie in elkaar te zetten. Vandaag aan de dag zien wij dat het niet werkt. Op social media lees ik hoe men het arme volk die behoefte heeft aan een pakket asnood. Men zegt, je mensen zoeken het zelf. Ze willen geen 2 meter afstand houden. Meen ik gezien daar. Tegen al die mensen die dat zeggen. Zeg ik vandaag. Jij kan nog naar de winkel gaan. Basisgoederen kopen voor een maand, 2 maanden. Je hebt misschien een vast salaris. Je hoeft niet te werken. Je zit de hele dag thuis. Social media, Facebook. En die mensen, die honger lijden. Bekritiseren. Meneer Farid. Rij je van 700, bijna kilometer lang. Dat zit ik. Stel je voor, ik sta in de rij. Ik zie de horizon niet waar die pakketten verdeeld worden. Ik heb die pakket niet nodig. Dat pakket niet nodig. Maar ik lief me in die mensen. Dat ze thuis zijn. Met een hongerige maag. Te wachten op de dag. Dat ze een pakket kunnen gaan halen. Een hongerige maag houdt in rekening met besmettingsgevaar. Mijn advies aan de minister van Sociale Zaken. Er is pas verkiezingen gehouden. Er is een verkiezingsbestand. Waarom werkt men niet daarmee? Waarom mag men geen gebruik van de stemlocatie? Op elke stemlocatie heb je een aantal kiezers. Niet bijvoorbeeld de plaats waar ik ben gaan stemmen. Daar waren 3 stembureaus. Om erbij per stembureau 600 mensen. Maal 3 is 1800. Kiezer. Daarvan, zeg maar, 500 behoeftigen. Gedeeld door 3 per gezin, kom je ongeveer misschien al 150 tot 200 mensen. Die zo een pakket dringend nodig hebben. Dus je zou dan eigenlijk een aantal stembureaus bij elkaar kunnen samenvoegen. De mensen, de kiezers. Maak gebruik van personeel die gewerkt heeft. En dan vindt de distributie op zo'n manier plaats. Tal van mogelijkheden. Maar het lijkt het just dat de man een machine oplossen. Ja. Meneer Pirkan. Yes.
gaat u zo door met uw programma. Oké, dank u wel. Kijk, de burger, heb ik altijd gezegd, heeft altijd de beste ideeën. De vraag is alleen, wil je naar ze luisteren? En wil je die ideeën je eigen maken en het mogelijk ook nog perfectioneren? Dit is een idee. We hebben net de verkiezing achter de rug inderdaad. De stemlocaties zijn bekend. We weten precies hoeveel mensen op een stembureau zijn gaan stemmen. We weten precies, dus die data-informatie is beschikbaar. Maar het probleem wat we nu hebben, deze regering is totaal gedesoriënteerd. Ze zitten allemaal in een trauma, hè? Een trauma in de zin van, ze hebben een verkiezing verloren. Die mensen die in de topleidingen zitten, en dan heb ik het niet zozeer over de ambtenaren op zichzelf, maar die mensen die in de hiërarchische structuren zitten, die zijn helemaal in de war. Want die zijn bezig hun koffers in te pakken. Die weten nu dat ze naar huis moeten. Ze weten dat ze er moeten overdragen. Dus ze zijn in principe niet meer geïnteresseerd om, laat me gaan werken. Laat me dat ding draaiende houden. Eén beller heeft het eerder gezegd. Ik geloof eerder dat dat ook het geval is. En die ambtenaar die daar beneden zit met heel veel goede bedoelingen, als die de juiste drivers niet krijgt, die mensen die dat ding kunnen driven, ja, dan gaat die er ook een klein beetje mogelijk laten liggen, hè. Dit is Rachid Pierkanskel A. Jorkel. Mevrouw Angelique Del Castillo, voorzitter van DA 91, bent u aan de telefoon? Ja, goedemorgen. Mevrouw Angelique Del Castillo, bent u al over de verkiezingsuitslag heen? Ja, nou, ik moet zeggen, we hebben de verkiezingsuitslag tot ons genomen. We hebben het ook geaccepteerd. We hebben het heel proces gevolgd en doorlopen, gisteren bij het OKB ook. En we hebben het vertaald naar wat het zou moeten betekenen. En we weten dat er werk aan de winkel is. Mevrouw Del Castillo, uw politieke organisatie heeft niet gewonnen. Uw organisatie heeft ook helemaal geen zetel weten te bemachtigen. We hebben gezien dat de traditionele partijen, zover je ze traditioneel wenst te noemen, die zijn met de stemmen ervan doorgegaan en dan zij hebben de zetels her en der verdeeld. Waarom heeft die burger DA 91, welke politieke organisatie overigens niet behoort tot een nieuwe partij, dit keer overgeslagen? Ja, ik denk dat wat onze analyse is dat er een situatie is ontstaan waarbij je bijna kan vergelijken met de situatie die we in 87 hadden. En in 87 was het dat de militairen terug naar de kazerne moesten. Er moest dus een zware tegenstem uitgebracht worden. We hebben hetzelfde geconstateerd ook in deze verkiezing, dat er een hele grote beweging op gang is gekomen. En dat de burger heeft gezegd, we moeten af van datgene waar we onder gebukt gaan nu, zoals velen het noemden, een paars monster. En dus er is een tegenstem uitgebracht. Er is niet zozeer gekozen voor andere partijen als er wel tegen de NDP gestemd is. En daarbij is dus toen gekozen natuurlijk om te kiezen om die stem uit te brengen op partijen die eerder massa getoond hebben. En waarvan men dus een gevoel had van die tegenstem zal het effect hebben dat de NDP definitief weg is. Er is dus geen. De partij die definitief is afgewezen, dat is de NDP. Daar is een tegenstem uitgebracht. En kijk, op dat moment, wanneer die burger in die stemming komt, dan kiest die burger voor die zekerheid. Daarom kiest die burger voor partijen die massa hebben getoond. Want ze weten dat er een grote kracht nodig is om die NDP weg te zetten, voor goed weg te zetten, zoals velen dat zeggen. En dan is het kiezen voor een programma specifiek. Dat is dan punt 2. Dat wordt even in de wachtkamer geparkeerd. Vandaar dat wij ook zeggen van we interpreteren de uitslag ook als zodanig dat DA 91 in de wachtkamer gezet is door de burgerij. Want de burger wil eerst zeker zijn dat er opruiming heeft plaatsgevonden, dat er schoon schip gemaakt is. Mevrouw Del Castillo, de kiezers die u mogelijk had verwacht die op DA 91 zouden stemmen, waar denkt u dat die naartoe zijn gegaan?
Naar wat wij hebben vernomen van mensen die met u hebben gesproken, die ons hebben aangegeven dat ze hun stem dus toch maar anders hebben uitgebracht, hebben we begrepen dat het hoofdzakelijk is dus op de VHP hoofdzakelijk. Mensen die voor DA 91 stemmen over het algemeen, zagen toch wel veel overeenkomsten met programmapunten die ze bij de VHP waarnamen. En zeiden van goed, als we kiezen voor die tegenstem uitbrengen, dan gaat die stem naar de VHP. Ja. Mevrouw Del Castillo, hoe ziet de toekomst van DA 91 eruit? Het is nog wel misschien een beetje te vroeg om te vragen, maar de verkiezingen zijn pas achter de rug. Maar ja. De uitslagen zijn nu bindend verklaard, althans op DNA-niveau. Hoe ziet dat eruit? Hebt u er een beetje al over nagedacht? Ja, nee, we zijn gelijk aan tafel gaan kijken. We hebben 5 jaar lang actief oppositie gevoerd. Wij zijn de partij die men vanaf 2015, vanaf mijn overname, toen we de deur ook sloten op het verleden eigenlijk, en zeiden het is tijd voor dat nieuw elan om gelanceerd te worden, zijn we aan de slag geweest en we zijn steeds hoorbaar en zichtbaar geweest. Dat gaat voortgezet worden. Maar we moeten wel de strategie aanpassen. Want we moeten ook rekening houden met het kiesstelsel. We hopen natuurlijk dat er ook daarin weer wijziging komt bij een oprechte, integere regering. Maar we zijn gelijk naar de tekentafel teruggegaan om die boodschap, die missie die we hebben voor dit land, die daadwerkelijk van belang is voor deze ontwikkeling, om die op een andere, aangepaste wijze dan te presenteren naar die samenleving. We hebben ook begrepen dat we de basis van de partij gewoon moeten verbreden. Het moet veel breder zijn, zodat het veel verder reikt. Dus we zijn al druk bezig om die strategische planning vorm te geven. We kijken richting de volgende verkiezing. Dus zegt u, DA 91 die gaat nog door. De kiezer heeft vooralsnog niet afgerekend met DA 91, maar DA 91 in de wachtkamer gezet. Ja, precies. En omdat we dat zo hebben begrepen, bereiden we ons voor. Want kijk, wanneer je in de wachtkamer wordt gezet, dan is het duidelijk dat de kiezer je zegt, we zijn wel geïnteresseerd, we willen je wel, maar nu was niet het moment. En daarnaast, misschien is het goed als je een paar aantal zaken aan jezelf nog meer versterkt, zodat je ons nog meer vertrouwen inboezemt en we ervan uit kunnen gaan dat ook jij die heavy job, die heavy lifting kan doen. Ja, hoe is deze uitslag bij uw partij overgekomen, voornamelijk bij de kandidaten die voor het eerst hebben meegedaan? Jij hebt wat politieke ervaring, maar ik heb het primair over degene die de eerste keer hadden meegedaan binnen uw organisatie. Ja, nou ik moet zeggen van Het natuurlijk in het begin was het een ontnuchtering eigenlijk. Vaak hebben mensen het gevoel, weet je, het lijkt zo gemakkelijk. Je gaat dus mee aan een verkiezing, je bent kandidaat en de stemmen die komen. Het heeft een bewustwording ook teweeg gebracht, maar dat het zo eenvoudig niet gaat. En dat politiek iets is van lange adem, veel inzet, veel investeren. Maar ik moet ook zeggen tegelijkertijd dat het mooie is dat het moment toen dat die eerste gewaarwording voorbij was, er een verbetenheid, zou ik bijna zeggen, een commitment naar boven gekomen is van we gaan ervoor, want nu gaan we ons, we hebben nu dit geproefd, we hebben deze les geleerd en met deze ervaring zijn we versterkt om de komende 5 jaar onze schouders er keihard onder te zetten. Dus het mooie is, meneer Pierkan, dat ik nu een heel mooi team eraan overhoud dat met overtuiging en volledige inzet zich wil gaan inzetten naar de volgende verkiezing. Hoe kijkt u naar de aankomende regering? Wel, de aankomende regering bestaat uit, zoals we zien, 4 partijen nu. Waarbij de grootste partij de VHP is, met 20 zetels. En ik denk dat de aankomende regering een heel mooi moment in onze geschiedenis kan hebben als ze het mandaat dat ze hebben gekregen op een juiste manier interpreteren. Want zoals we eerder al in dit gesprek zeiden, er zijn heel wat stemmen, het zetelresultaat is het gevolg van die tegenstemmen die zijn uitgebracht. Een heleboel mensen hebben dus niet uit overtuiging voor een programma gekozen, maar ze hebben gekozen voor kracht, voor die kracht die nodig is om paars uit het regeercentrum te zetten. En dat mandaat moet heel goed geïnterpreteerd worden om succesvol te zijn. Want dat betekent die mensen die stemmen hebben uitgebracht verwachten daadwerkelijk
een 180 graden draai in het bestuur, in het bestuurlijke. Ze verwachten dat er sterk, dat er goede profielen gehanteerd worden, dat er daadwerkelijk eerlijk bestuur komt, eerlijk leiderschap. Dat er mensen in de bestuurlijke leiding van het land komen die geen opsporingsbevel op hun naam hebben. Die niet verdacht zijn in wat voor proces. En ook verwacht men dat de straffeloosheid meteen een einde aankomt. Dat alle zaken die onderzocht moeten worden, onderzocht worden. En dat als mensen schuldig bevonden worden, daar de consequenties aan verbonden worden. Dus op zich zijn er een heleboel mensen enthousiast, denk ik. En ik persoonlijk verwacht dat deze regering, als ze dit moment goed begrijpt en het mandaat goed interpreteert, daadwerkelijk doet wat deze samenleving nodig heeft. En dat betekent eerlijk, oprecht, voorspelbaar en transparant leiderschap. Mevrouw Angelique del Castillo, tot slot. Gelooft u erin dat dia 91 de geschiedenis uit 1991 nog eens kan herhalen in de toekomst? Wel, meneer Pierkan, ik zou wat dat betreft willen zeggen van we zouden er zeker naar blijven streven. Maar de politieke geschiedenis, niet alleen in Suriname, maar over de hele wereld, leert ons dat dat een unicum is. Over het algemeen is het resultaat van een verkiezing het gevolg van 5 jaar keihard werken. En niet 3 maanden voor de verkiezing, zoals het toen in 91 was. Dus daarom gaan wij die 5 jaren inzetten. En als we dat doen, dan denk ik dat we dat wel tot de mogelijkheden zou moeten behoren. Mevrouw Angelique del Castillo, mag ik u bedanken voor uw bijdrage in Rashid Pierkan's Kalan Circle. En ik wens u alsnog ook heel veel succes verder. Dank u wel, meneer Pierkan. En vanmorgen wens ik u een fijne vaderdag. En alle luisteraars overigens. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ja, dat was Angelique del Castillo. Het is een mevrouw, en ik heb het ook altijd in mijn uitzending gezegd, haar partij heeft weliswaar geen zetel bereikt. Die toch een fighter is. Ze blijft praten, ze blijft doorzetten. De kiezer heeft niet gekozen voor haar, niet gekozen voor haar partij. Wat niet betekent dat we dit soort personen, als mevrouw del Castillo, aan de kant kunnen schuiven. We hebben mensen als haar nodig. Er zullen ook waarschijnlijk ook meerdere mensen zijn die straks in beeld zullen komen. Niet omdat ze afgewezen zijn, maar wel kunnen het geheel kunnen blijven bewaken. Dat wat mensen beloofd hebben en gezegd hebben, wel degelijk kunnen uitvoeren. Want als de bewakers buiten het normaal systeem wegvalt, dan ga je weer een traditioneel gebruik van politieke voering krijgen. Dan kom je snel weer in verval van wat we eens al hebben gehad. En dat heeft de kiezer niet gewild. Ter uwer informatie, het onafhankelijk kiesbureau onder leiding van mevrouw Silos heeft de verkiezingen op DNA-niveau, want er zijn 2 niveaus... Houdt u dat vast, het is DNA en je hebt de districtsradenniveau. Op DNA-niveau heeft ze bindend verklaard. Op het resortenniveau nog niet bindend, omdat enkele stembureaus nog bekeken moeten worden. Dus wat de installatie van DNA-lieden aangaat, zou dat mogelijk wel normaal kunnen plaatsvinden op 29 april. De VHP heeft 20 zetels gehaald, is ongekend. Geen gebruik, niet verwacht. Men had gedacht, oké, VHP, ik zelf had gedacht dat de VHP hoogwaarschijnlijk tussen de 16, 17 zou blijven hangen. Dat was mijn verwachting min of meer. Ze hebben het uitmuntend gedaan en gebracht naar 20. Die analyse moet nog gemaakt worden, van waar zijn, althans ik moet het nog maken, van waar zijn die 4 en die 3 extra vandaan gekomen. Wat wel opvallend is, dat de VHP wel haar sterkte heeft getoond in de gebruikelijke districten waar ze normaliter altijd sterk is geweest. Dat is de kustvlakte. Maar al bij al 20 zetels, dat is ongekend. Dat hebben grootheden van de VHP uit het verleden zelf nooit kunnen doen. Houdt u dat ook vast. Grootheden uit het verleden hebben dat ook niet kunnen doen. Het is geen gebruik. VHP kon traditioneel huppelen en schommelen rond de 9, 11 zetels, dat hield het ook voor hun op. Dus dit is wel een ongekend succes van 20. De NDP heeft 16 zetels. Dus de mensen zeggen dan, en dat is een verkeerde interpretatie. De mensen zeggen ja, het verschil tussen de VHP
En de NDP is maar 4 zetels. Als je het op het zetelniveau bekijkt, is dat inderdaad waar. Maar kijk je hoe de burger gereageerd heeft, dan is het verschil enorm groot. De burger van Suriname, 108.240, dus boven de 100.000, heeft de VHP gekozen. De burger. En voor de NDP 65.660, dus 65.000 plus. En daar is het verschil heel groot. Dus kijk naar de zetels, dan denk je, oh, dat is niet groot, dat verschilt 4 zetels. Nee, kijk ook naar het aantal stemmen. Dus zou het op het aantal stemmen neerkomen, en zou er een evenredig systeem zijn op basis van het aantal stemmen zijn geweest, dan had de VHP een knock-out gehad, dan had de NDP een knock-out gehad. Nu is de NDP groggy. De NDP is total groggy. Maar zou het op het one-on-one vote zijn gegaan, dan zou de NDP waarschijnlijk ophouden te bestaan bij deze. Om het maar een beetje gemakkelijk te vertellen. We zien wel dat de ABOP 8 zetels heeft en de NDP 3. En dat zou je, de NPS 3. Dan zou je zeggen, oh, de ABOP 8, NPS 3. ABOP is groter, inderdaad. Qua aantal zetels is de ABOP groter. Maar niet in het aantal stemmen. De NPS is de derde grootste partij. Houdt u dat vast. De derde grootste partij in Suriname, qua aantal stemmen, is de NPS. De NPS heeft 32.000 stemmen gehaald. 32.386 voor het gemak, zeg ik 32.000 plus. En de ABOP heeft maar 24.916. Dus qua aantal stemmen, qua individuele burger, wat op basis van eerlijkheidsbeginsel, is de NPS de derde grootste partij. Maar in aantal zetels vanwege het kiessysteem, ja, dan hoef je soms niet de grootste te zijn om de meeste zetels te halen. Je kan soms ook wel een kleintje zijn en de meeste zetels halen. En dat zien we dan ook wel bij de ABOP. Dat is wel bij ABOP onder andere gebeurd. Dus zo is het onder andere verdeeld geworden. Dus de VHP heeft 20. Het is wel een ongekend resultaat, moet ik ook wel zeggen. Of ze dat gaan kunnen continueren de komende 5 jaar, daar moeten we even geduldig voor wachten en kijken naar de prestatie die ze de komende 5 jaar zullen gaan leveren. Willen ze die 20 gaan bouwen? Want we hebben gezien dat de NDP 26 heeft gehaald en ze hebben een klap van zo heb je me niet gehad. Ze hebben een klap van zo heb je me niet gehad van 26 naar 18 gedonderd. Dat had de NDP hoogwaarschijnlijk zelf niet verwacht. Mijn NDP-vrienden, want u weet, ik heb overal vrienden, NDP'ers zijn ook mijn vrienden, die hadden dat niet verwacht, geloof me. Ze dachten altijd, weet je, als we toch een klap krijgen, een klap, dan gaan we hoogwaarschijnlijk terugvallen met 5, misschien 6 zetels. Maar dat is een wrede klap geweest. En zo'n wrede klap kan alleen maar vertaald worden als er zijn een afrekening. Dit is een afrekeningsklap. Je hebt kwaad gedaan aan mij. Je hebt mijn leven slechter gemaakt. Je hebt alles verkeerd gedaan. En dit is een grote klap. Het is een afrekening geweest tegen de NDP. Ik ben straks weer terug met meer. Dames en luisteraars, welkom terug tot Rashid Pierkans Kala Jorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag. Ja, 23. Zaterdag, wat? 20 juni. Oké, 20 juni. Morgen is Vaderdag. Morgen is Vaderdag. Ik wens alle vaders een aangename vaderdag toe. Een aangename vaderdag. Ik zei eerder dat mogelijk de installatie gaat plaatsvinden op 29 april. Dat is incorrect. Het is een vergissing. Het moet zijn 29 juni. Dus graag rekening houden met de correctie. Dit is Kala Jorkel. U moet weten dat het BOG komende week coronatesten zal gaan doen. COVID-19 testen op verschillende locaties gaan ze testen doen. U moet letten op de bekendmakingen. En als u het gevoel hebt dat u zo een beetje onzeker bent van uzelf, dan kunt u deze test gaan ondernemen. Ze zullen dat doen op 23, 24 en 25 juni. Ze gaan alsnog de locaties voor u bekendmaken. En als ik dat weet, zal ik dat ook u mededelen. Maar u kunt dat ook terugvinden op de website van COVID-19-SR. COVID-19.sr of u kunt het ook terug gaan vinden op de website van Dagblad Suriname, dbsuriname.com. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Bent u er? Bent u er? Hallo? Ja, hallo. Ja, u kunt praten. Ja, ik ben er.
Oké, gelukkig. Ja, oké. Okay. Ja, meneer Farid. Ja. Ik wil praten vandaag over Kommerwijnen, Kronenburg. Ja. Kijwango naar Kronenburg. Je kan kort abrafu Boeku, Leonsberg. Ik bedoel, ja, Leonsberg naar Rustenwerk. Maar ook Marienburg, Margrethe, dat weet u. Zo'n lang verhaal ga ik niet doen. Maar waarover wil ik hebben, Kronenburg? Ja, van Rustenwerk tot Allianz. Vroeger konden wij naar Allianz gaan. Zo, binnendoor. Fiets, bronfiets, noem het maar. Geen wagen. Nog steeds geen wagen. Dus, maar tegenwoordig. Je abragona voor Montresor, je abragona Kronenburg, maar dat in Omango Morofara. Ja, tot Brouwersluis, dus niet verder dan Brouwersluis. Ik wil gebruik maken van je programma om onze overheid attent te maken aan overheid dat ze dan iets doen. Al die sluizen zijn gevallen in die goot. Dus het is niet mogelijk meer van Kronenburg naar Allianz of Baki, Constantia, voor Constantia, dat ik abrago naar Allianz. Maar nu aan de mogelijk. Dit wilde ik doorgeven aan u. Oké, dank u wel. We nemen het mee ter kennisgeving. We hopen dat die overheid nog wakker is, want die overheid is groggy. Ik weet nog niet of die overheid nog echt werkt. Overigens, ambtenaren zijn werken niet. COVID-19, de staat heeft een lockdown. Het verschil in deze zit dat die ambtenaren, pakweg 40.000 plus ambtenaren, met uitzonderingen van degenen die wel werken, krijgen het overgrote deel krijgt hun geld wel uitbetaald, omdat ze thuis zitten. Ze zitten niet thuis omdat ze niet willen werken, ze zitten thuis omdat ze niet naar het werk mogen vanwege mogelijke besmettingsgevaren. Het verschil tussen hun en mensen die andersoortige banen hebben, die kunnen niet rekenen op een loon. En dat zijn mensen die in de zogenaamde hosselsector zitten. We praten ook over de schoonmaaksters, we praten over mensen die tuinmannen, etcetera, bouwvakkers, landbouwers. Dat zijn mensen die geen vaste lonen hebben. Dat zijn mensen die werken op basis van hun capaciteit voor de dag, krijgen ze loon. Dus die ambtenaar die kan wel makkelijk een beetje schommelen thuis. Niet omdat hij wil schommelen, maar hij krijgt wel eind van de maand zijn boterham. En wat erg is, en dan niet vervelend tegen die ambtenaren uiteraard, want ze hebben het niet zo gewild, is dat andere mensen daarop niet kunnen rekenen. En die mensen varen helemaal in verval. Kala Jorkal, u bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Farid. Goedemorgen. Met meneer Ramadin. Meneer Ramadin, goedemorgen. Wat voor nieuws hebt u voor ons? Ik wil alvast een beetje. Ja, je weet, ik ben een man die de dingen goed bijhoudt. En ik heb de voorlopige uitslagen niet per resort, maar algemeen per district. En die heeft het mooi aangehaald. Bepaalde partijen hebben zetels behaald via P, NDP, NPS en ABOP. Vier, maar de rest van de politieke partijen, en dat is in totaal 13 van de politieke partijen. En die hebben wel in Paramaribo stemmen behaald. Maar uiteraard geen zetel. En die aantal stemmen is 17.853 verdeeld over die 13 politieke partijen. Maar ik ga slechts enkele partijen aanhalen die eerder aan de verkiezingen hebben deelgenomen. En ik ga je een voorbeeld geven. PL had bijvoorbeeld in 2010 9.819 stemmen. 2015 gezakt naar 5.111. Dus was PL in 2015 alleen de verkiezing ingegaan, dan had PL die zetel niet behaald. En nu is het gedaald naar 2616. Ik neem BEP, die had in 2015 in combinatieverband 1424 stemmen behaald.
En die is BEP gegroeid naar 1872. Ik neem Doe. Die had in 2010 800,951 stemmen. In 2015 7,769. En in 2020 1,657. Beide keren had hij een zetel behaald, maar goed. SPA, drie keer aan de verkiezingen deelgenomen achter elkaar. Had in 2010 818 stemmen. Daarna gezakt naar 476. Dat is 2015 en in 2020 zie ik hier 363 stemmen. En ik zie DA 91, die had in 2010 3743 stemmen. In combinatieverband was meneer, die dokter, Jesser heeft gekozen. 2015 is DA 91 gezakt in 2020. Ik praat over Paramaribo hoor. En nu is DA 91 gezakt naar 414. Dus je ziet bij bepaalde politieke partijen een terugval. En ik zal verder daarover geen antwoord geven. Dan moeten die partijen intern een evaluatie maken. Want dat heeft ze bijna 100.000 gulden gekost. Om 400 en 300 stemmen te behalen. Dat zijn heel dure stemmen, meneer Farid. In geld en ik neem, als u met een bedrijf begint, ik wil niemand onaangenaam zijn, gaat u eerst een behoorlijk marktonderzoek doen. Als ik een investering pleeg, moet ik kijken hoe ik mijn investering ga terughalen. En zowel ICOS in de IDOS als NICOS peilingen hadden al uitgewezen in verschillende onderzoeken dat er bepaalde politieke partijen, die waren niet meer in beeld. Die partijen die in beeld waren, was VHP, NDP, NPS, ABOP. Zelfs PL was uit beeld verdwenen toen. En ik weet nog, meneer Sommer maakte zich zoveel zorgen over die boeren die dat onderzoek had namens Nikos. Dus ik wil dat verder niet praten, maar dat komt later met wat meer documentatie. Maar dit wil ik even voor deze morgen meegeven. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Ahmadine. Dit is Kalaujorkel. Wat ik u vandaag ook wil meegeven, misschien is dat een beetje te ver voor u, maar het heeft wel te maken met ons land en het gaat ook op ons allemaal inslaan, is dat misschien kunt u zichzelf nog herinneren, ja, deze regering, een tweede schuld heeft genomen toen destijds bij Oppenheimer. Oppenheimer is een beleggingsfonds die dan geld uitzet en tegen hoge rente leent aan landen en of bedrijven. En toen zijn ze die 125 miljoen gaan lenen om die Afubakadam over te nemen. Oppenheimer was toen gewaarschuwd, voornamelijk schriftelijk, door de politieke organisatie, de VHP, om die lening aan deze regering onder leiding van Bouters Adin niet te verstrekken, omdat ze die lening niet zouden kunnen betalen en dat op de schouders van de bevolking zou komen te zitten. Van u, want iedere lening die u niet kunt betalen als land, betekent dat u en ik armer worden. U en ik worden armer, zo moet u dat zien. Maar hoogwaarschijnlijk ligt het te ver van u, want u zegt, ja, maar ik heb dat geld niet geleend, dat kan me toch even geworst schelen. Dat is die armoede die u aantreft vandaag, onder andere. En ze hebben toen die 125 miljoen geleend. En als ze tot eind juni een bedrag van 23 miljoen middels aflossingen en rente niet kunnen betalen, en dat is nog over een paar dagen, betekent dat ons economie, onze banking system in een default terechtkomt. Dan zult u zich afvragen, ja, maar wat zijn deze mooie woorden van default? Het betekent niks anders dat die banken komen in feite, worden in feite insolvabel. Ze gaan niet meer gezien worden als banken die competent zijn voor het gemak om een bank genoemd te worden. Voor het gemak. Ze gaan
meer eigen vermogen moeten aanbrengen voor alle leningen die ze hebben uitgezet. En dat gaat dat hele banking system in gevaar brengen. Om het een beetje gemakkelijk en niet ingewikkeld voor u te brengen. Maar het komt erop eigenlijk neer dat deze regering die schulden niet kan betalen. Het gaat om 23 miljoen uit die lening van 125 miljoen Oppenheimer 2 lening. Want u weet, het zijn twee. Er was één van 500. En er is laatst een tweede genoemd van 125. Toen was er no teka lening. Want uno ma pai, de ma teka lening. Want die rente ervan is 12,875%. Voor het gemak, 12,8% is die rente op deze lening. En we kunnen het niet betalen, het land is bankroet. Boters heeft het land bankroet gemaakt. Echt waar. En ik heb u 3-4 jaar, vertel ik u het verhaal. Maar goed, u hebt hem afgestraft. Maar afstraffen betekent nu dat we opnieuw moeten beginnen. Aan onze brokko, aan onze fadong, apartnasi brokko. We moeten opnieuw beginnen, wij allemaal moeten opnieuw beginnen. Door ravage die aangericht is door andere mensen. Ruïne die achtergelaten wordt door andere mensen. Een samenleving die uit elkaar is geslagen door andere mensen. Moeten wij opnieuw beginnen. En weet hoeveel tijd en energie dat gaat kosten. Weet hoeveel geduld dat gaat kosten. En heeft de burger geduld? Dat is ook moeilijk. Want ik kan makkelijk praten hier vanuit de microfoon. Lijkt een beetje gemakkelijk. Maar die man die arm is. En die nu met COVID-19 nog armer is geworden. Hij heeft geen tijd. Hij heeft geen geduld. Hij heeft niks aan die prietpraat van Kalajorkel. Hij vindt het leuk om naar me te luisteren. Hij vindt het leuk om me te zien. Hij denkt misschien, oh, dat leek wel een interessante man te zijn. Maar hij heeft geen verhaal eraan. Hij wil een oplossing voor zijn probleem. Hij wil een oplossing voor zijn armoede die hij niet veroorzaakt heeft. Maar zichzelf afvraagt, ben ik hiervoor geboren? Heb ik dit te danken als mens? Heb ik dit te danken aan mijn land? Is dit ons land? Hij wil een oplossing. Vrede in mensentaal. Ik kan u dat wel zeggen. Vrede moeilijk. Hoe Santokki dat gaat flikken. Ja, want kijk, podiumtaal is voorbij, hè? Verkiezing is voorbij. Dat huppelen is voorbij. Vrije wagen. Brara, dat is vrij. Die bara, die pom, die jalebi, die stroop, die cola, die vlaggen is voorbij. Met die barita op het podium. Ik ga dit doen. Ik ga dat doen. Ik beloof je dit. Want loop maar bij huppel. Want loop kandidaat bij huppel. Zoals bij Loeken, de kandidaat. Weet jullie wel waarover jullie praten? Niet over de mensen die dit wel begrijpen. Maar je had een heleboel huppelaars eronder. Weet u wel wat er gaat gebeuren? Wel, ik kan u wel zeggen, we gaan veel geduld moeten hebben. Maar dat geduld gaan alleen mensen kunnen opbrengen. Dat geduld gaan mensen als die regering vertrouwen uitstraalt. Met een grote vee. Vee, niet van vrijdag, niet van vrijersdag, niet van vrije dag, maar vertrouwen uitstraalt. En dat gaan we nog moeten zien. Want dit is een regering die getrokken wordt, primair door de VAP en ABOP, op basis van hun zetel, maar niet te onderschatten NPS, op basis van een aantal stemmen. Want NPS is de derde grootste partij, dat moet u niet vergeten, maar ze hebben niet het aantal zetels behaald. Dat is een heel moeilijke taak. Dus we kijken uit naar die kandidaten, want ik ga die kandidaten strippen, hè? Je mag me geloven, hè? Ik ga ze strippen. Ik ga ze allemaal strippen, met u. Want dit gebeurt 4e keer in mijn leven. Echt waar. Zoals mensen dood. Kom je naar Libisch maar toe, hè? Je denkt, jongen, mijn geboren Wallisie. Oké, it goes bad. We recover. It goes a second time bad. We recover again. But then we go bad the third time. Then now we go bad the fourth time. En zoals je rekenen, jongen.
En dan nou, dat je wiki, dat nou niet door COVID-19. Dus 4 keer economische disaster in 1 keer dat je leeft. En dan komt nog het coronavirus rondhuppelen. Ik bedoel, oké, dan sta je 's morgens op. Oké. Dan zeggen mensen, ja, het is makkelijk praten, hè. Je moet doorgaan, je moet doordenken. Prima. Vertel het aan die man die in die rij heeft gestaan. Ik kan het misschien doorhuppelen. Vertel het aan die man die in de rij heeft gestaan. Ik weet niet, die overheid mist iedere vorm van organisatie. Ze zijn lam. Verkiezingen is voorbij. De man groggy, de man wankel, de man hangen. De man naar zijn voer ook komen. De man naar zijn voer ook. In feite, de man dacht, joh, kijk jullie waar wat jullie doen, man. Je moet nog blij zijn dat ik je nog een pakket geef, man. Weet je wel, je moet nog blij zijn dat ik je een pakket geef. Maar zo ga je niet om met arme mensen. Zo ga je niet om met mijn volk. Zo ga je niet om met mijn vrienden. Want ze zijn allemaal ook mijn vrienden. Ze zijn ook allemaal mijn vrienden. Ik heb er toch geen gemoed af van. Er zijn zoveel ideeën gekomen van burgers in deze uitzending. Zoveel ideeën. Neem één, werk het uit. Er zijn zoveel sociale organisaties in dit land. De Lions is de grootste organisatie. De Lions in Suriname is de grootste organisatie. Er zijn zoveel Lions clubs. Ze hebben allemaal structuren, ik weet het. Ze hebben allemaal structuren. Waarom hebben ze die mensen niet gebeld? Waarom hebben ze de top van de Lions niet gebeld? De top van de Jaycees niet gebeld? Die zijn organisaties die organisatiekracht hebben. Die hebben mensen in hun gelederen die kunnen denken. Die geen modder in hun hoofd hebben. Ik zal niet zeggen allemaal, maar de meesten kunnen denken. 99,9%. Ze doen dit hun hele leven. Het sociaal werk is een onderdeel van hun leven. Maar in Nobel... Maar je kan huppelen in babbelwater. Maar ik kan als een babbelwater. Ben je dat niet dit? Ben je dat niet dit? Ja, maar dat is een beetje vervelend. Maar, ik bedoel, kom nou. Die mensen moeten snel vervangen worden. Je mag me geloven. We kunnen niet zo doen met mijn burger. Mensen in de rij, die foto's, ik kijk me. Ik zeg maar, oh jezus, kan je 500 pakketten? Kan je 4000 pakketten niet goed... Goed ordenen en op een nette, beschaafde manier aan die mensen geven. Nette, beschaafde, met veel waarde, met veel liefde aan die mensen geven. Van alsjeblieft, ik hoop dat je kan overbruggen. Ik weet dat je het niet gaat kunnen. Ik weet dat je het niet gaat kunnen. Maar zie dit als een troost om door te gaan in het leven. Je maakt de man broerij, je maakt de man prostoro. Wat voor gedonder is dat? Wat voor gedonder is dat? En dat is misschien kaba. Wat is hij, pater, of priester of dominee? Misschien kan hij een tjasjenger, een tijger, een gadoluki. Wie is jouw pater? Of van mij kan een pater, een gadoluki. Zo doe je met mensen, no? Heb ik je dat geleerd? Nee, toch? Nee. Betrek organisaties. Ze gaan u helpen. Mensen zijn bereid om de beste kant te tonen van hun mensheid. Mensen zijn bereid in deze tijd de beste kans te tonen. Mensen zijn bereid karakter te tonen. Bedrijven zijn bereid karakter te tonen. Bel de man, help ons. Maar nee, ik heb een computer, ik heb een tafel, ik heb een airco, verveel me niet. Ik kijk uit naar de datum hoor, echt waar. Echt waar, want dit werkt niet en iedereen weet dat het niet werkt. En bij de weer heb ik nog gehoord dat ze nieuwe pasjes gaan geven. Ik dacht, wie hoor, wie is dit ook? Ik dacht, god, jongen. Derde keer opnieuw pasjes. Omdat, nu gaan ze ontdekken. We gaan het makkelijk maken met de barcode, zodat de politie het makkelijk kan scannen. Piep, 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 piep. Hier en al. One master, one machine. Direct die meer aan project die zie. Iemand heeft een machine verkocht. Maar dan een pas. Zou hij mij praten. En maar een watermerk. Mij heb een pas. Het heeft een watermerk. Ik noem maar een watermerk na toch. Schoot ook een Vira watermerk toch. Ik bedoel. Have God. Help me. Maar niet barcode, direct die meer. Oh, one machine, one money.
We hebben weer betaald. Anyway, ik ga eruit hoor. Want sommige mensen willen niet geholpen worden. En als je niet geholpen kan worden, dan kunnen we jammer niks mee doen. Maar je neemt ons wel mee verder in die ellende. Van het niet willen helpen. Ik kan u allemaal alleen maar het beste toewensen. Het beste. Ik kan u geen. Ik weet niet of ik nog een fijn weekend moet zeggen, want we kunnen nergens gaan. U kunt alleen hoogwaarschijnlijk van uw voorkamer naar uw slaapkamer. Van uw voorkamer naar uw. Zover u het tuintje hebt, naar uw tuin. Dus als dat uw bewegingsoppervlakte is, zover u dat hebt, kan ik u zeggen: fijn huppelen in die omgeving. Want ik doe hetzelfde als u. Geen verschil. Maar we moeten doorgaan en we moeten blijven denken. Maar nogmaals, als zijn we het niet eens met de regelgeving, u moet de regelgeving niet overtreden. Die wetgeving is daar, die regelgeving is daar, u moet het niet overtreden. Want regel is regel en daaraan moeten we ons allemaal houden. En een mooie dag verder, vaderdag verder. Een mooie vaderdag verder. Ik groet u. Ram ram, namaskar, goede havies. Salam alaikum. Dit was Farid Pirkan, voor Rashid Pirkan's Kalajorkal. Dag.